Er zijn BN'ers die het te ver vinden gaan hoe hard Matthijs van Nieuwkerk wordt aangepakt, maar er zijn ook genoeg mensen die het een goed signaal vinden dat ook A-sterren niet meer wegkomen met grensoverschrijdend gedrag. Bij die laatste groep hoort in elk geval TV-mummie Viola Holt. Zij vindt dat Matthijs veel te ver is gegaan. Viola is klip en klaar als de story haar belt om een mening te geven over de TV-toekomst van Matthijs. Er is volgens haar maar één uitkomst mogelijk nu blijkt dat hij de hele redactie van De Wereld Draait Door heeft geterroriseerd, een definitief afscheid van het medium televisie. De vroegere presentatrice van de 5-uur-show zegt dat Matthijs nooit meer op tv kan, nee. Er is te veel gebeurd en gezegd. Jammer van zo'n groot talent. Een charmante, eloquente man met woede als valkuil. De story heeft in totaal 6 BN'ers op leeftijd om hun mening gevraagd en slechts één andere ster vindt dat Matthijs nooit meer op televisie kan, namelijk Sjoukje Smit. Zij zegt, nee, ik heb altijd bewondering voor hem gehad, maar dat blijkt dus een farce. De andere 4 BN'er senioren steunen Matthijs, namelijk Ronnie Tober, Tineke de Nooi, Frank Jansen en Liz Snoijink. Zo zegt Frank, het is schandalig hoe er met hem is omgegaan. Hij had door zijn werkgever beschermd moeten worden. Thank you.
Thank you.